Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom kanaal Creatief met Rebecca. Het is weer sneeuwmaaltijd en het thema van deze sneeuwmaal is Among Us. Want wie kent Among Us nou niet? En ik heb dit superleuk sticker setje, dus deze ga ik zeker gebruiken in deze sneeuwmaal. En ik heb ook gewoon echt superleuke plaatjes heb ik geprint. Ook deze ga ik verwerken in mijn sneeuwmaal. En voor de basis gebruik ik eigenlijk gewoon dit A4 papier. Dit komt natuurlijk weg bij de Action. Er zitten verschillende kleuren in. Maar ik ga het zwarte papier gebruiken. Omdat ik dat leuk vind staan bij de Among Us stijl. En ook voor deze sneeuwmaal heb ik weer wat bijzonders. Want ik heb namelijk stickervellen. Maar dan zijn deze zijn van stof. En die komen bij de Action weg. Dus ook deze ga ik gebruiken in de sneeuwmaal. Dus ik zou zeggen, pak wat lekkers erbij. En dan gaan we gewoon weer creatief aan de slag. En vind je het nou leuk om deze sneeuwmaal te ontvangen in Among Us stijl? Laat het me dan vooral weten in de comments. En dan maak ik natuurlijk binnenkort gewoon weer de winnaar of winnares bekend van deze sneeuwmaal. En dan ga ik nu mijn kamer draaien. En voor dit project heb je twee zwarte A4 papiertjes nodig. En deze komt toevallig uit het blok van de Action. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon ander zwart papier gebruiken. Of een andere kleurpapier die je in huis hebt. En omdat het thema Among Us is, ga ik een Among Us poppetje tekenen. En dat doe ik gewoon met potlood. En het voorbeeldje die ik heb liggen, die plaatjes komen van Pinterest. En als ik het poppetje heb getekend, dan ga ik hem natuurlijk uitknippen. En ik zou het ontzettend leuk vinden als je deze video natuurlijk even een dikke duim omhoog geeft. En ik ben ook erg benieuwd wat jij zo al knutselt met de blokken van de Action. Gebruik je het voor sneeuwmails of gebruik je het voor andere dingen? En ik vond het ook leuk om weer eens even een andere vorm van sneeuwmail te laten zien. Dit is natuurlijk iets anders dan de klassieke vormen die we normaal gebruiken. En als ik mijn poppetje heb uitgeknipt, dan ga ik de stickers erbij pakken van stof. En dan ga ik daar de bril uitknippen natuurlijk. En het rugzakje. Ja, dat heb ik in de loop van de jaren al heel veel sneeuwmails gemaakt. En ik probeer altijd te variëren of nieuwe dingen te laten zien. Ik heb natuurlijk al iets meer variatie op mijn kanaal aangebracht. Ze zijn natuurlijk ook begonnen met tekenen en het maken van happy stones. Zodat het echt een creatief kanaal wordt waar voor iedereen wat te vinden is om zijn talent te ontwikkelen. Of om gewoon lekker creatief aan de slag te gaan. En ik heb inmiddels natuurlijk de bril van mijn poppetje uitgeknipt. En dan het rugzakje. En dat doe ik natuurlijk in twee delen, omdat mijn blaadje te klein is. En met deze stickers, die gebruik ik natuurlijk nu voor de sneeuwmaal. Maar je kunt natuurlijk ook je boekkaften, of je agenda, of je journal kaften. Ik knip mijn poppetje even bij natuurlijk. Dan is die mooi afgewerkt. De lijnen die gum ik even weg. En dan is dit eigenlijk de basis van onze sneeuwmaal. Dit is ons poppetje geworden. En dan lijm ik hem bij de bril vast, zodat hij de andere kant open gaat.
En ik vond echt in de lockdown vond ik het heerlijk. Gewoon lekker tekenen en knutselen en creatief aan de slag. En zo kom ik eigenlijk mijn tijd altijd wel door. En nou, ik ben ook gewoon weer lekker aan het werk. Mijn dochter is ook weer naar school. En nou ja, en als je vraagt van nou gaat het nou een beetje? Nou, het gaat de omstandigheden. Gaat het goed? Het gaat een beetje met ups en downs. En nou ja, dat zal ook gewoon nog wel even zo blijven. Het herstel duurt altijd langer. Ik knip wat poppetjes uit. Deze plaatjes komen van Pinterest. En die ga ik natuurlijk aan de binnenkant plakken. Maar voor ik ze ga vastplakken, ga ik natuurlijk eerst de vakken maken. Waar we natuurlijk de stickers in doen. En de stickers van Among Us, die heb ik besteld bij pop.com. Ik zal ook even een linkje plaatsen, mocht je geïnteresseerd zijn. En vind je het nou leuk om andere dingen van mij te volgen, dan kun je natuurlijk altijd even kijken op mijn Facebookpagina Creatief met Rebecca of Instagram Creatief met Rebecca. En ik plaats natuurlijk ook zo nu en dan wat in de community van YouTube. Daar vind je soms wel wat tekeningen en wat achtergronden die ik maak qua tekenen of qua gedichtjes of schrijfsels. En de rest van het papier wat ik over had, gebruik ik voor de zijkantjes te versieren, zodat het in één thema blijft. En dan ga ik de plaatjes ga ik bijknippen en die ga ik natuurlijk aan de binnenkant plakken. En de losse plaatjes die ik erbij heb gedaan, die komen natuurlijk van Pinterest. En die kun je natuurlijk gewoon heel leuk gebruiken in je agenda of in je journal. En aan de achterkant doe ik natuurlijk nog even thema plakken van deze sneeuwbal. En niet iedereen zal Among Us kennen. Mijn dochter die is helemaal zot op het spel. Die speelt het echt regelmatig. Of die kijkt ook naar Creatic, die het natuurlijk heel vaak online speelt. Ik zelf speel het spel niet zo heel vaak. Dat ik vind het wel leuk om te zien. Ik vind het leuk als anderen het spelen. Maar zelf ben ik niet zo van het online gamen. Ik doe de papieren doe ik natuurlijk erin. De stickers doe ik erin. En dan zit alles er natuurlijk in. En dan is dit het eindresultaat geworden van deze sneeuwmeel. Dit is natuurlijk de voorkant. De binnenkant natuurlijk met alle plaatjes. Alle printjes zitten erin. De stickers zitten erin.
En dan is dit natuurlijk de achterkant. En dan wil ik jullie natuurlijk weer ongelooflijk bedanken voor het kijken naar deze video. En tot snel bij een nieuwe creatieve video.